Maar dan krijg ik zo'n IPT. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag met een nieuwe serie genaamd Kingdom 2 Crowns. Deze game is volgens mij al een tijdje uit. En ik heb zelf al wel eens de eerdere versies die gereleased zijn, die heb ik al wel eens gespeeld. Maar dit is dus een hele nieuwe game. En ik zit een beetje, ja, zo van, wat is er nieuw in deze game? Want ik weet wel dat er heel wat nieuw is. Bijvoorbeeld de map is nieuw en zo. Maar ja. En er is natuurlijk ook multiplayer optie. Dus ja, mochten jullie bijvoorbeeld zin hebben dat ik het ook een keer in multiplayer ga doen, laat het dan vooral weten. Maar ik ga nu dus beginnen in de campaign. Ik ben als het goed is een koningin, als het goed is wat ik net zag bij de intro. En ja, zoals ik dus net al zei, is er dus de mogelijkheid dat je gewoon met andere mensen dit ook kunt spelen. Dus is natuurlijk nog niet het geval dat ik dit ga doen. Maar ik ben wel best wel benieuwd wat er nou eigenlijk allemaal nieuw is. Zoals de achtergrond, dat is sowieso al nieuw, maar dat is wel logisch voor sommigen. Stand here, ja, dus dit is een tutorial die ze erbij hebben gezet. Zo moet ik ook een persoontje hiervoor hebben. En dan kan ik zo lang beginnen met bouwen. Hold the build the wall. Ook hier precies hetzelfde als dat kan? Nee, dat kan niet. Oké. Zo te zien is hier nog een kampje. Ik heb er nog een boom in. Ik weet ook niet zeker of ze hier aan de ene kant een portal hebben en aan de andere kant niet. Build Expand Event, ja dat klopt. Maar ik ga nu eventjes exploren. Of wat nu al nacht. Dat zal niet heel goed zijn, maar ik ga gewoon kijken naar rechts. Oké, hier is ook een merchant waarmee je dus geld kunt krijgen. En een kistje. Dat is ook wel handig. Daar zit goud in. Waarmee je dus je koninkrijk kunt uitbreiden. Nog een kistje. In het begineiland hebben ze die heel vaak hier. Gewoon een beetje verspreid. Oh, nog een kapje. Oké, hier zit een groot portaal. Dat kan ik zien aan de zwarte stenen die daar achterin zaten. Dus dat betekent dat er sowieso monsters van deze kant ook komen. Heel erg blij mee. Maar dat betekent dat ik aan de rechterkant niet ga uitbreiden, omdat daar ook gewoon een kampje heel dichtbij zit. En voor die merchants zit er ook een kamp bij. En die zijn best wel handig op het begin. Die ga je best wel hard nodig hebben. Oh, het duurt nog heel lang voordat het nacht is. Oh, ik dacht echt van dat het heel lang duurt. Ja, in de normale games hebben ze dat zelf wel, dat een dagen heel lang duurt. Maar dat is dus bij dit niet het geval. Dat is op zich wel fijn. Oké. Ik vind het ook best wel goed te runnen. Nou, deze boom ga ik even omkappen. Dat is ook wel even verstandig om te doen. Dat geldt precies hetzelfde voor deze twee. En mocht ik dan een monstertje tegenkomen, dan kan ik altijd een coin droppen. Want die zijn geïnteresseerd in goud en dat soort dingen. En daarom willen ze mijn crown ook hebben eigenlijk. Oké, hier is de boot. En die moet naar de linkerkant. Dan wil ik sowieso. Oh nee. Het dok is hier. Dat is. Oh ja, dat is. Dat is. Oh, jezus, ik schrik me de tering. Oké, ik wist niet dat het een horrorspel was, maar dat. Daar schrok ik echt van. Oké.
Die pakken nu deze dingetjes. Maar ik denk wel dat het net een mount was of zoiets dergelijks. Die heb je ook in de originele Kingdom New Lands zitten. Waarmee je dus bepaalde abilities hebt in game. Zodat je paard bijvoorbeeld sneller wordt of iets dergelijks. Oeh. Die ziet eruit voor een boog. Ik weet alleen niet hoe je deze game gems krijgt. Oh ja, hier zit ook een portal. Maar gems krijgen, dat ziet er niet uit dat ik dat in deze dat heel makkelijk kan krijgen. Of dat ik het niet kan krijgen in het eerste eiland. Dus het zal betekenen dat ik naar een ander eiland toe zou moeten gaan om daar weer gems te kunnen verzamelen. En dan hier bijvoorbeeld een mount te kunnen verkrijgen. Bijvoorbeeld deze. Het zal in mijn opzicht best wel logisch lijken. Oké, dag 2. Hier liggen nog een aantal coins van de bomen die zijn omgehakt. Die hebben weer mooie coins. Dan ga ik alvast eventjes deze muur even upgraden. Maar ik vind deze game ook best wel smooth runnen. Met die vorige games dan merk je dat niet echt zo van, maar nu wel. Wel heel interessant. Oh, jij hebt ook nog wat geld. Dus mijn goal is dat ik binnenkort dus een boot moet gaan repareren om van het eiland af te komen. Zo, je hebt ook veel geld. Maar volgens mij kan ik die portals ook aan beide kanten nog niet slopen. Vanwege dat ze gewoon. Vanwege dat je die moet gaan slopen met een knight. En die knight kun je pas op latere levels krijgen. Dus ik zou in principe wel heel snel naar het andere eiland toe moeten om dat überhaupt te kunnen halen. Oké, er is hier nog een bouwmannetje erbij. Ik ga er nog eentje bijhalen en dan nog een bomen of een aantal bomen. Maar ik denk ook niet zozeer dat ik nu echt heel wat moet uitbreiden. Zolang ik maar gewoon gauw naar het volgende eiland toe kan gaan, dan is het in principe wel prima. Zo, dat wordt lekker gebouwd. En dit is een soort van een bankje waar je dus geld in op kunt slaan. Zodat je weer geld kunt verdienen. Oké, hier heb ik iets van steen nodig. Dat weet ik in principe nog wel van de vorige games. Waarmee je dus stenen muren kunt krijgen. Stenen structures en dat soort dingen. Maar ja, dat is later pas het geval. Ik ga nu eventjes gewoon de nacht uitwachten. En dan zodra ik... Dan ga ik aan de linkerkant wel met de muur even een beetje uitbreiden. Zodat ik dan wat gemakkelijker naar die boot kan gaan. Oké, dan komen die persoontjes hier.
Oké. Dan gaan we nu gewoon even een heel stuk uitbreiden. Even dit paard even weer te eten geven. Want hij kan natuurlijk niet constant blijven rennen. Oké, hier is de boot. Zo, dat is al veel spul. Het zal best wel apart zijn als dat al gelijk genoeg is. Ik ga gewoon proberen om deze aflevering misschien al wel gewoon van dit eiland af te komen. Want ja, veel kan ik hier toch niet. Ja, deze kan ik dan nog niet upgraden vanwege dat ik geen steentechnologie heb. Zie je geen ander persoontje bij staan? Oh, je hebt de coin. Mooi. Eens kijken hoe het bij het schip gaat. Deze persoontjes hebben best wel wat geld. Dat is wel heel fijn. Zelfs zoveel dat ik het eigenlijk al overspeel. Maar het is nu best wel apart geworden met deze game. Want de boot in de vorige game, die moest je dan alle onderdelen zelf gaan betalen. En nu wordt het eigenlijk gewoon al gedaan. Is ook in principe wel fijn. Dat scheelt mij weer money. Hoppakee. Zo. Die duwen zo snel. Oké, ja, ze hoeven natuurlijk niet zo ver, maar oké. En de mensen zitten nog in die torens of volgens mij zitten hier wel torens in. Nee. Dus laten we gewoon die weggaan. Master of the Sea. Moet je daar gaan. In 3 dagen hebben we al. Zijn we al van dit eiland af, dus dat is wel heel fijn. Dus dat gaat betekenen dat we naar het volgende eiland toe kunnen. Oké, maar dat is in ieder geval waar we dus de volgende aflevering mee verder gaan. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like, fijn kanaal, zie ik volgende keer weer. Later!